Vandaag zijn dus de beelden bekeken. De afdeling digitale recherche heeft dus de beelden laten zien en daarbij een toelichting gegeven. En daarbij is dus duidelijk komen vast te staan wat er precies is gebeurd. Er is te zien hoe de veiligheidsmannen mijn cliënt naar de vloer hebben begeleid, zoals ze dat hebben aangegeven, hoe ze me hebben geduwd. En dat is allemaal te zien op de beelden. Ook te zien is op de beelden dat meneer Pinas niet dichtbij de VP was genaderd. Want dat is eigenlijk de clue van dit alles. Hij is dus, was dus wel bij het voertuig, maar niet zo dichtbij dat deze handeling die gepleegd is door de veiligheidsmannen nodig was. Nou, in ieder geval ben ik blij dat er beeld was, want beeld spreekt. Maar het is heel duidelijk gebleken dat er helemaal geen strubbeling was vanuit Jason toen hij bij die auto stond. Pas toen hij werd weggesleurd en in een wurggreep werd gehouden en zijn telefoon werd afgepakt, heeft hij zijn handen omhoog gedaan. Maar tot dan vroeg hij één keer van wat heb ik gedaan. Daar zag je helemaal geen handen omhoog. Dus wat hij al die tijd heeft gezegd, is duidelijk waargemaakt door die beelden. Hoe voel je je nu dat alles wat je al die tijd verklaarde bevestigd is? Eigenlijk heb ik er nooit aan getwijfeld dat wat ik al die tijd heb gezegd op waarheid berust. Het is natuurlijk een beetje vervelend wanneer mensen die er niet eens bij waren met een heleboel verklaringen komen. Maar ik denk dat de beelden duidelijk hebben laten zien. Dat is voor mij het belangrijkste, dat op de beelden duidelijk is te zien dat ik niet in het voertuig was van de vicepresident, niet provocerend ben geweest naar geen enkele van de mannen. Op geen enkel moment, naar mijn gevoel en wat ik op de beelden heb kunnen zien, op geen enkel moment een bedreiging heb gevormd voor wie dan ook daar. Dat is voor mij wat duidelijk is gebleken uit de beelden. En de rechter moet natuurlijk oordelen uitspreken hierover. En dat aan de hand van het beeldmateriaal het vermoeden bestaat dat de leden van de beveiliging de intentie hadden om de telefoon af te pakken. Dat hebben ze gedaan door fysiek aan geweld aan te wenden. En wanneer was dit? Dat beeld bekeken? 16 december. Als president doe ik ook een beroep op een ieder, een minister van Justitie en Politie. Als het nodig is en als uw parlement dat vindt, meneer voorzitter, laten we die beelden ook vrijgeven. Zodat de samenleving ook weet wat er aan de hand is. Maar voordat ik dat doe, wil ik eerst in overleg treden met de waarnemend procureur-generaal, omdat ik reeds de opdracht daar gegeven heb. En als dat moet, dan wil ik dat doen. En ik kijk uit naar die inzichten. Een brandende vraag is ook, kreeg de gemeenschap, of tenminste de journalistieke vereniging, de beelden te zien? Dat was een van de eisen van de SVJ, van we willen die beelden zien, zodat de samenleving getuige van is. Maar we hebben net begrepen van de advocaat van Jason dat zij alleen maar een hardcopy heeft gekregen en geen video. Nee, ik heb geen beeldmateriaal. Meestal krijgen we het op CD hoor. We hebben het wel in de rechtszaal gezien, maar het betekent dat wij het dus helaas niet kunnen vertonen als zij het niet heeft. En dat is inderdaad een minpunt, want eigenlijk moet de hele samenleving zien dat wat er allemaal beweerd werd en hoe er zo bruut is opgetreden tegen de journalist, dat allemaal niet klopt. Wat gaat er nu gebeuren? Vandaag heb ik dus ook mijn vordering tot schadevergoeding namens meneer Pinas ingediend. Belangrijk is in dit geval, en meneer Pinas heeft dat ook daarnet aangegeven, belangrijk is dat hij niet aast op geld zoals gebracht wordt in de gemeenschap, maar dat het hem puur gaat om zuivering van zijn naam en dat dus hem recht wordt aangedaan. Ik heb dus gevraagd als eerste dat de verdachten publiekelijk in het openbaar hun verontschuldigingen aanbieden aan meneer Pinas. Dat is het belangrijkste voor hem in dit verzoek, waarbij ik mij dus heb gevoegd in deze strafzaak. Daarna is dus gevraagd om de vergoeding van het mobiele toestel. Dat is ook wel belangrijk. En uiteindelijk heb ik ook gevraagd namens meneer Pinas om dus enige kosten die gemaakt zijn, zoals de kosten van de psycholoog,
als die ook vergoed zullen kunnen worden. Al met al is het dus een bedrag van SRD 28.350, dat dus in mijn verzoek is verwerkt en dat dus vandaag aan de kantonrechter is overhandigd. Geen straffen in de zin van even gaan zitten in de gevangenis? Nee, de wet biedt die mogelijkheid niet aan de benadeelde partij. Dat laat ik geheel en al over voor de kantonrechter en de officier van justitie om hun werk ten aanzien daarvan te doen. En het is ook geen kleinigheid, hè? Want het is 14 december gebeurd. Vanaf toen heeft Jason gewoon niet gewerkt. Hij kan niet werken, hij wordt psychisch begeleid. En hij is niet in staat om zijn werk te doen. Hij heeft helemaal geen inkomsten. Hij heeft wel gezegd dat journalisten wat hebben geholpen. Maar journalisten hebben het ook niet breed. Dus er zijn mensen die met een 100 hebben bijgestaan. Anderen die iets konden missen, iets meer. Hij heeft eigenlijk helemaal geen inkomsten. Zou er ook geen vordering ingediend kunnen worden om eigenlijk een inkomen terug te eisen van de verdachten? Ik heb teruggekoppeld met mijn cliënt en zoals eerder aangegeven, het belangrijkste is niet dat hij geld wil van de mensen. Vandaar dat ik ook geen vordering tot het verzoek om schadevergoeding, omdat hij niet gewerkt zou hebben. Dat heb ik niet verwerkt. Daar gaat het om hem niet om, helemaal niet. Jullie zeggen, ja, Jason had geld moeten nemen en dan was dat ding in de doofpot, hoefde we een heel lang proces te hebben. Hoe kijk je naar al deze reacties die men soms wil slingeren? En precies dat is het punt van wat mij betreft. Ik hoef geen geld. Ik heb altijd keihard gewerkt voor elke stuiver dat ik heb verdiend. En ik hoef geen geld te krijgen van de vicepresident of van de regering of van wie dan ook. Voor mij is het belangrijk dat het boven water komt, dat er duidelijk gesteld wordt dat ik op geen enkel moment in het voertuig van de vicepresident was. Dat ik op geen enkel moment provocerend ben geweest naar de vicepresident of wie dan ook die daar was op dat moment. En dat ik op geen enkel moment een bedreiging heb gevormd voor wie dan ook op dat moment. En Jason, wat ik in zijn eenvoud zo geweldig vind, is dat hij zegt van ik wil geen geld, maar ik wil genoegdoening. Ik wil dat mijn naam gezuiverd wordt en dat dit soort dingen ophouden. Gelukkig was er beeld en ook al is het dan misschien niet beschikbaar, we hebben het gezien. En dat maakt het openbaar. Daarom is een zitting openbaar. Maar het is iets heel ergs. We moeten niet zo lichtvaardig overheen gaan. Wat ik ook erg vind is dat de regering die zegt van ja, we houden democratie en persvrijheid hoog in het vaandel. Waarom wordt er dan niet gereageerd op de brief die geschreven is waarin gevraagd wordt om een bijeenkomst zodat met de regering en het journalistieke veld, zodat we dit ding uitpraten. Hoe gaat het verder met je? Heb je nog personeel bodyguards? Hoe gaat dat? Die beveiliging thuis die is er nog steeds, maar dat is dus niet in deze kwestie. Dat is weer in het geval van de handgranaten die thuis zijn gevonden. Maar die zijn er nog steeds. Ja. Is er al enige vordering in het geval van die handgranaten? Nee. Dat op dit moment heb ik, nadat ik dacht twee keer ben gehoord door de afdeling kapitale delicten van de politie, heb ik niks meer gehoord. Ik heb mijn volle medewerking verleend. Ik ben gegaan, ze zijn thuis gekomen, ze hebben onderzoek gedaan. Maar tot op dit moment heb ik daarna niks meer gehoord.